Pap. Ah, Martijn. Hoe was het op school? Pap, ik... Denk je straks aan de grossier? Ik heb het lege goed op buiten gezet. Pap, ik moet... Je gaat me toch niet vertellen dat je weer geen tijd hebt, hè? Ik heb vandaag... Jongen, zie je er niet dat ik aan het tellen ben? Ah, mevrouw Wellinga. U kwam de filters halen. Ik heb ze gekregen, hoor. Deze zijn wel een stuk luxer, hè? Wat kostte die? Wat zegt u? Wat die kostte? Oh, deze zijn 49,50. Zo duur? Nou ja, deze keer mag het best iets bijzonders zijn. Twee negels had hij op zijn rapport. Mam? Wat voor schoenmaat heeft uw kleinzoon? Ik geloof 38, maar ik weet het niet helemaal zeker. Ja, maar hij is toch niet groter dan Martijn? Oh, dag Martijn. Nou, nee, dat geloof ik niet. Zeg, heb jij je rapport al gehad? Ach ja, dat is waar, ook je rapport. Laat me eens kijken. Ah, doe ik binnen wel. Nee, ik heb nou wel even tijd. Ik ben benieuwd. Ga maar naar binnen. Kom zo. Als hij maat 38 heeft, moet hij daar goed in kunnen. Rekken ze eigenlijk wel een klein beetje mee? Want het zou natuurlijk jammer zijn als hij er binnen een paar maanden uitgegroeid is. Dag mevrouw Vervliet. U heeft hier de beste uitgekozen, zie ik, hè? Ja, stopkwaliteit. Ankie, ik breng even dit geld naar de bank. Ben zo terug. Hij is blijven zitten. Wie? Martijn. Hij is binnen. Ik geloof dat ik toch nog maar eerst liever mijn dochter opbel. Want stel je nou voor dat het toch de verkeerde maat is. Maar jongen, dat lijkt toch nergens op. Hoe kom je nou aan zo'n rapport? 5, 6, 6, 4, 6, 7 min, 4. Wat heb je eigenlijk uitgevoerd? Ik heb ook een 9. Een 9? Voor wat dan? Voor opstellen. Oh ja, hier. Maar heb je gezien wat erachter staat? Dat heeft je meester er nog extra bij gezet. Helaas is opstellen maken geen vak. Wat moet er nou van je worden? Of dacht je soms dat je later als opstellen maken je brood kan verdienen? Dat mens van Vliet kan wat mij betreft barsten. Laat ze me eerst alles uitpakken en dan moet ze toch de dochter nog maar eens vragen. Heb je dit gezien? Ja. Ik was er al bang voor. Dat je met zo'n rapport durft thuis te komen? Nou, dat ik vroeg niet moeten proberen. En als je nu echt zo stom was, maar het is puur je eigen schuld. Ik heb heus mijn best wel gedaan, hoor. Oh ja? En wat staat hier dan? Hier, kijk zelf. Martijn zit vaak te dromen. Is bezig met andere dingen dan de les. Nou? De meester vroeg of jullie eens kwamen praten. Hij zei dat een andere school misschien wat beter was. Dat is die Engert van Hoorn. Die komt zeker zijn filmpjes betalen. Oh, ga jij alsjeblieft. Het waren er 5, hè? Ja. En wat kostte die dingen ook alweer? 4,50. Oh ja, dus 23,50. 22,50. Wat er 22,50? Nou, 5 maar 4,50. Papa is misschien wel een beetje streng, Martijn, maar het is ook zo'n ontzettende teleurstelling voor hem. Voor mij trouwens ook. Voor mij ook. Begrijp ik, natuurlijk. Maar hoe kom je dan ook aan zo'n rapport? Weet ik niet. Nou, verdamme nou eens rustig wat je dwars zit, hè? Waar zit je dan al die tijd over te dromen? Vind je het niet leuk op school? Nou, ze doen er alleen maar dingen die ik niet leuk vind. En dingen die ik leuk vind, doen ze haast nooit. En welke dingen vind je dan wel leuk? Nou, tekenen, schilderen. Toneelstukjes en zo. Maar daar krijg je nooit een cijfer voor. En als je een cijfer voor krijgt, telt niet mee voor je rapport. Die rotschool. Maar denk je dan dat er andere scholen zijn waar dat wel meetelt? Jawel. En de meester heeft gevraagd Ankie, of jullie... klanten. Kom zo terug. Waarom kan je nou niet even? Jullie kunnen ook alleen maar aan die rotwinkel denken, hè? Waar sta je nou, Martijn? Weer in de kou, Martijn. Je wist het zou zo zijn. Geen tijd voor jou, Martijn. Alles wat je wilde zeggen.
geblesseerd. Viel ook nu niet uit te leggen. Altijd gaat het weer verkeerd. Het is weer raak, Martijn. Net als al vaak, Martijn. Loopt het weer spaak, Martijn. Eerst komt de zaak, Martijn. Maar heel alleen kan jij beleven voor jezelf hoe het moet zijn. Elk verhaal wordt opgeschreven, dat is de wereld van Martijn. Ja, ik weet het niet. Hebt u niet wat grappigers? Maar wie heeft ze allemaal al opgehaald? Ja, kijk, verleden jaar had je zo'n leuke serie van die verrukkelijke eigenwijze feestneuzen. Mijn broer heeft daar in de tijd een succes mee gehad. Enorm gewoon. Weet je wat ik bedoel? Jawel. Jammer of ik die nog heb. Oh, wacht even. Misschien dat daar bovenop. Ja, als het niet te veel moeite is, hoor. Nee hoor, helemaal niet. Oh, zeg Hans, vergeet je de bank niet? Ja, ja, ga zo. Zeg, je weet ook dat die trap levensgevaarlijk is, hè? Ja, ik kijk wel uit. Nou, deze hengel is werkelijk topkwaliteit. Uh-huh. Onbreekbaar, onverwoestbaar. En deze? Ja. Het is ook een stuk goedkoper, hè? Uh-huh. En daarom ook een stuk kwetsbaarder. Dat begrijpt u zelf wel. Oh. Jezus, Ankie! Oh. Doet het pijn? Oh, mijn arm. Blijf liggen, hè? Niet bewegen. Martijn, je moet op de winkel passen. Ik moet met mama naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Papa? Oh, en dat allemaal door zo'n domme feestneus. Kan u uw arm al wat bewegen? Kalm nou maar, hè? We zijn zo in het ziekenhuis. Nou, voorzichtig, hè? Voorzichtig. Doe nou maar rustig aan. Gaat het zo? Kom maar, kom zo. Het is weer raak, Martijn. Zeg, Martijn, als je ergens de prijs niet vermeet, dan laat je ze maar rustig een keer terugkomen, hoor. Het valt wel mee, hoor, Martijn. Kom op, gaat zo. Loopt het weer raak, Martijn. Eerst komt de zaak, Martijn. Maar heel alleen kan jij beleven voor jezelf hoe het moet zijn. Elk verhaal wordt opgeschreven. Dat is de wereld van Martijn. Hoi Martijn, is je vader er niet? Nee, die is met mijn moeder weg. Oh, jammer. Moet je eens kijken wat ik voor mijn rapport heb gehad. Een tientje van mijn vader, een tientje van mijn moeder, 5 gulden van mijn oma, 5 gulden van oom Ruud en 25 gulden van oom Willem. En met die 5 gulden van mezelf heb ik net genoeg voor die radio. Voor welke? Die daar. Die is 115 en je hebt maar 60. Maar je vader heeft gezegd dat ik hem voor 60 mocht kopen, omdat ik zo vaak in de winkel heb geholpen. Ah, wacht dan eerst maar tot hij terug is. Oké. Wat heb jij gehad? Waarvoor? Nou, voor... Ach, niks. Wat heb je nou weer geschreven, ah, joh? Ah, niks. Nou hoor, dan niet. Wanneer komt je vader weer terug? Vanmiddag, denk ik. Nou, ik zie wel. Ajus. Ik hoorde u niet aankomen. Kan ik iets voor u doen? Kopen? U iets kopen? Iets kaufen? Ik versta je wel. Is dat hier in de buurt? En deze? Die ook. Het zijn allemaal foto's van hier in de buurt. Is er ook een landkaart van deze streek? Nee. Ja, misschien wel, maar die hebben we niet. Dan wil ik graag betalen.
Het zijn er 7. Dat is dan 3,50 gulden, alstublieft. Moet ik ze in een zakje doen? Nee, dat is niet nodig. En ik hoef niets terug. Terug? Jammer, meneer. In je hand. Hé, hey, meester, heb je een vuurtje voor me? Vuur? Hé, hey, Twan, geef eens een beetje vuur. Bedankt. Martijn? Oh, ben jij het? Nou, jij past goed op de winkel, zeg. Wat was je in godsnaam aan het doen? Op de winkel letten natuurlijk. Ja, ja, dat heb ik gemerkt. Je kan nu rustig binnenkomen zonder dat meneer er iets van merkt. Nee, Anke, ga jij nou pas je rusten, hè? Dokter heeft gezegd dat je er een week niks mee mag doen. Ik doe er toch helemaal niks mee? Nou, ga jij nou maar naar de bank, want anders komt er straks niks meer van. God, ja, die bank, ja. Waar heb je dat geld gelaten? Daar, op de plank. Ach, ja, natuurlijk, ja. Jezus, hij is weg. Dat kan niet, ik heb hem net zelf nog gezien. Ik weet zeker dat hij er lag. Ja, ik ook, maar nou is hij mooi pleiten. Wie zijn er allemaal in de winkel geweest? Een paar mensen maar. Een paar mensen. Maar wie? En wie is hier in de buurt geweest? Er is niemand geweest, ik heb echt op gelet. Niemand? Hoe kan die portefeuille er weg zijn? Allemachtig, en dat heet op de winkel passen. Ik heb echt op gelet. Oh ja? Ach man, je had niet eens in de gaten dat ik hier binnenkwam. Hè? Hier was je mee bezig. Hier, met deze flauwe kul. Is een half uurtje op de winkel passen nou zoveel gevraagd? Hé, ik vraag je wat. Kom, Hans, ik begrijp dat je de pest in hebt. Ja, verdomme, mag ik een keertje voor 3000 gulden de pest in hebben? Ja, Martijn, blijf hier. Tja, ik heb inderdaad wel eens een beter rapport gezien. Maar ja, er staat toch ook een 8,5 op voor tekenen en een 9 voor opstellen? Maar we wel blijven zitten. Nou, dan doe je het nog eens een jaartje over. En een andere school, dat zou misschien ook zo'n gek idee nog niet zijn. Wat zegt je vader ervan? Die is alleen maar boos. Vooral nu het geld weg is. Ja, maar dat geld, dat is een beroerde zaak. Het is ook niet niks, zeg. 3000 gulden. Maar ik weet zeker dat er niemand in de buurt van uw portemonnee is geweest. Ik heb er echt goed op gelet. Oh, dat geloof ik best, jongen. Maar niemand zegt ook dat het jouw schuld is. Maar ja, zo'n portefeuille, die verdwijnt niet vanzelf. Bestaan er echte tovenaars, opa? Echte tovenaars? Nee, die bestaan niet. Hoe kom je daar nou zo ineens op? Hoe lang duurt het voordat je 3000 gulden verdiend hebt? Oh, dat is heel verschillend. De een doet het in een dag en de ander doet er maanden over. Maar als je een winkel hebt, nou, dan moet je voor elke gulden moet je hard werken. En ik begrijp best dat je vader er knap mee in zijn maag zit. En dat hij kwaad is. Dat was je ervoor ook al, over mijn rapport. Ik vind het rot. Maar steeds als ik erover wil beginnen, moet je naar de winkel. Ja, jongen, dat is zo met een winkel. Ik heb er zelf 40 jaar heen gehad. En ik heb jullie winkel heb ik gemaakt op wat die nou is. Het is mijn winkel niet. Voor mij was de winkel ook altijd het allerbelangrijkste. Ik was er altijd mee bezig. En nou ik hier zo zit, denk ik vaak, waarvoor eigenlijk? Zeg. Zullen wij morgen gaan vissen? Ja, leuk. Maar ik weet niet of ik moet helpen in de winkel. Nou, dan zeg je maar dat na het vissen ik kom helpen. He? Dus morgenochtend om 8 uur hier op de stoep. Afgesproken? En dan ga je daar gauw vandoor, want ik moet nog naar de directrice. Hé, wacht even. Had ik bijna vergeten. Hier, voor je rapport. Maar je bent toch blijven zitten? Nou, en? Hé.
Verder is er dus niemand in de winkel geweest? Nou, dan weet ik genoeg. Jij staat te kijken of er een ramp gebeurd is. Nou, het is anders wel een ongeluksdag. Eerst mevrouw en nou die portefeuille. Het is beroerd, ja, maar er zijn erger dingen in de wereld. Nou, vooruit, joh. Ga jij maar weer lekker spelen. Zeg, Martijn. Om 16:30 komt de grossier, hè? Ja. Wou jij nog wat zeggen? Nee, hoor. Nog één vraag, meneer Vonk. Ja, u moet het niet verkeerd opvatten, maar het is nou eenmaal mijn plicht om het te vragen. Uw zoon was een tijd lang alleen in de winkel. Ja, toen wij in het ziekenhuis waren, ja. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe die is, maar... Hoe bedoelt u? Ja, kijk, acht u het eventueel mogelijk dat hij dat Martijn? Geld... Martijn? Oh nee, dat weet ik zeker. Nee, dat durf ik met beide handen voor het vuur te steken. Martijn er niet schappen. Nee, daar kan ik op sferen, hoor. Nog geen rolletje drop. Hé, Martijn, is je vader alweer terug? Hoe kom je daaraan? Oh, die deelde vanmorgen een man uit. Moet je er ook heen? Had hij een mantel om? En een baard? Nee, gewoon een spijkerpak. Waar is dat circus? Weet ik niet. Ergens bij de markt, geloof ik. Hé, ik vroeg of je vader... Nou, ja. Klim er maar in, de Vries. Zullen we hem even demonstreren? Laat hem eens vuur spugen, Twan. Is het geen prachtexemplaar? Het is gewoon een lot uit de loterij. Ja, dat is dan wel het duurste lot dat ik ken. Ach, weet je wat dat kost? Man, wat is duur? Nou, hè? Dat. Maar het wordt het succes van de film. Het is een droom van een draak. Komt er nog wat van, de Vries? Dat is de ontsteking. Ah. Komt er eerst rook uit de neusgaten en dan vuur uit de bek. Ah. Dat is iets te veel rook en iets te weinig vuur. Twaan. Dat is een kwestie van afstellen, meneer. Dat wordt zo geregeld. Ja, maar het werkt, het werkt. Nou, als het maar goed werkt, hè. Verder is het een schoonheid. Kom er maar uit, de Vries. Dan moet je eens heel goed met elkaar praten, makker. Maak je nou geen zorgen. We hebben hier in de buurt de prachtigste opnameplaats. We hebben een goddelijke cameraman. Twee geniale requisiteurs. En een moorddraak die het succes van de film wordt. Wat wil je nou nog meer? En met zo'n zuinige producent als jij wordt de film vast nog wel een koopje. Inderdaad. Ja. We hebben alles. Alles? Ja, inclusief een warhoofdige fantastische regisseur. Alleen de hoofdrolspeler, die hebben we nog niet. En weet je wat dat betekent? Dat we die moeten gaan zoeken. Dat is hem. Wat is hem? Dat is hem. Hé, hé. Nee. Niet weglopen. Nee. Loop eens naar die meneer toe, aan dat bureau. Doe maar. Doe dan. Huh? Kom maar. Kom maar. Huh? Oh, kijk eens hoe die loopt. Oh. Zeg, kijk eens deze kant op. Die ogen. Die kin. Zeg, dat is precies. Zeg eens wat, alsjeblieft, zeg eens wat. Wat moet ik nou zeggen? Heb je dat gebaar gezien en die stem? Zo vind je geen tweede. En alsjeblieft, onze hoofdrolspeler. Heb je hem ook al gevraagd of die kan en of die wil en of die mag? Hoe heet jij, jongeman? Martijn, mag ik alsjeblieft hier af? Martijn, wij gaan hier de komende weken een sprookjesfilm opnemen. Hoe zou jij het vinden om de rol van sprookjesprins te vervullen, hè? Ik, hè? Ja? In een echte film? Huh? Tuurlijk zou ik dat willen. Ja? Kan toch niet? En waarom kan dat niet? Ik ben toch geen acteur? Als ik zeg dat je dat kan, dan kan je dat. Jee, een film. Mm-hmm. Maar ik weet niet of van thuis mag. Dan ga je dit even vragen, hè? En zodra je dat weet, laat je mij dat weten. Hup, ja. Renneknul. Meneer, nou is hij helemaal voor de bakker. Veel meer vuur en weinig rook. Fantastisch. Laat mij dat maar eens eventjes bekijken. De Vries zit er al in. Hé, de Vries. Vooruit met de geit. Dat is de ontsteking. Oh.
Dit is een ramp. Een catastrofe. De Vries! De Vries! Oh, jongen! Ik heb het niet zo bedoeld! Ik heb het niet zo bedoeld! De Vries! De Vries! Hou hem tegen! Ik waarschuw je! De Vries! Rammel! Nou, kunnen we er maar beter mee stoppen. Stoppen? We zijn nog niet eens begonnen. Het hoogtepunt van de film is naar de knoppen en we hebben geen geld om een nieuwe te laten maken. We lappen dat ding wel weer op. Huh? Zo belangrijk is die draak trouwens ook weer niet. Huh? Het grote succes van de film wordt die Martijn. Dat is een filmacteur uit duizenden. Uit tienduizenden. Wat zeg ik? Uit miljoenen. Ja, ja. Ik wou dat ik ook zo'n regisseur had. Aardig hulpje heb je er aan, meneer Vonk. Moet zeker later ook in de zaak komen, hè? Dat ziet niet gauw gebeuren. Hij heeft niet zoveel op met de winkel. Oh, nee. Krijgen we nou, Martijn? Wie niet een eigen zaak? Het is nou mooier dan een eigen zaak, jongen. Hij, je wilt natuurlijk studeren, hè? Nee, dat is helemaal niks voor hem. Oh, nee? Het liefst wil je de hele dag eens tekenen en een beetje fantaseren. Maar ja, daar kun je je brood niet mee verdienen. Oh, meneer wil kunstenaar worden. Artiest. Ik weet niet wat die jongelui van tegenwoordig allemaal willen, hoor. Ik heb een zuster, hè? En die heb een zoon. Weet je wat die wil worden? Balletdanser, vraag ik je. Weet je wat ik gezegd heb? Als het mijn zoon was, hè, dan kreeg hij zo'n pak op zijn donder dat hij de hele dag bleef dansen. Leer hij het wel af? Nou, dan zou Martijn ook niet meer aan moeten komen. Nee. Mijn zoon comediant? Moet er niet aan denken. Hij moet een behoorlijk vak leren waar hij eerlijk zijn brood mee kan verdienen. Zo. Hé, Martijn? Verdomme jongen, je kan toch wel een doos vasthouden? Ik kan er helemaal niks aan je overlaten. Je moet ook niet twee dozen tegelijk nemen, jongen. Nou, sta niet zo stom te kijken. Pak een bezem en ruim die rommel op. Martijn, je ruimt eerst die rotzooi op. Hey, kom op. Hey, waarom nemen we dit op? Omdat we dit misschien nog kunnen gebruiken. Huh? Een oog eruit, een scheve bek. Mooi plaatje. Hé, hey, meneer. Huh? Ik doe het. Hij doet het. Oh, hij doet het. Nu kan er niets meer fout gaan. Hé, hey John, hallo. Dit is onze nieuwe hoofdrolspeler. Hij heet Martijn. Weet je dat dit helemaal te gek is? Dit ziet eruit. Hallo, ik ben John. Ja, zo. Dit zijn onze requisiteurs. Een paar duivelskunstenaars die voor de gekste effecten zorgen. Jongens, dit is Martijn, de prins van de film. Hé, hey, de Vries is de naam. Kom maar mee. De Vries, ik hou hem niet meer. Zo, waar heb jij die contracten van Gelder? Onderste la, onderste la. Ah, dat gaan wij dan onmiddellijk met je ouders regelen. Oh, dat kan helemaal niet. Waarom niet? Zijn ze niet thuis? Nou, zeg dan maar wanneer ze er wel zijn, hè? Ze kunnen ook hier langskomen als het makkelijker is. Hm? Ze hoeven alleen maar dit contract te tekenen en een verklaring dat je mee mag doen. Of heb je het ze soms nog helemaal niet gevraagd? Nou, zeg het maar. Want zonder hun handtekening mag je toch niet meespelen, hè? Huh? Ik heb geen ouders. Oh. Sorry. Dat is lullig. Nou ja, dat wist ik natuurlijk niet. Ah, dat kon ik toch niet weten, hè? Maar waar woon je dan? Bij mijn opa. Dat had je nooit mogen zeggen, jongen. Hé, stilhouden. Anders raak je ze weg. Je hoeft toch alleen maar die papieren te tekenen? Ja, je bent de mooie, maar daarmee zit ik ook vast aan wat erin staat. Wat dan? Dat is hem juist. Weet jij wat erin staat? Nou, ik niet. Trouwens, mensen die zeggen, als je niet mag van je ouders, dan vraag je maar aan je opa. Nou, daar hou ik niet van. Dat zijn geen bona fide zakenlui. Ik had het je beloofd. Ja, dat zei ik al. Dat had je nooit mogen doen. Maar ja, er is nog niks getekend, dus er is niks aan de hand. Ik vond het niet zo leuk. Ja, er komen nog wel meer leuke dingen in je leven. En denk nou maar niet dat zo'n film een pretje is. Ik weet nog, Wouter van Benneken, die zal je vader nog wel gekend hebben. Die zou ook eens aan een film meespelen. Nou, Wouter die was al wekenlang in de wolken en op een dag was het zover. Je zou het echt graag willen, hè?
Nou goed, ik zal straks wel eens met die filmlui gaan praten. Maar ik teken niks. Als er wat getekend moet worden, moeten je ouders dat doen. Maar je praat niet over mijn ouders, hoor. Waarom niet? Oh, ik heb ze verteld dat... Dat ze niet willen dat je meedoet. Laat mij mijn gang dan maar gaan. Als het vertrouwd is, dan ga ik met je vader en moeder praten en dan komt het best in orde. Je beet! Goeiedag, dat moet een kanjer zijn. Kijk naar voren! Laat jij de touw nou los! Verkeer. Laat de touw nou ja, los! Ik hou hem! Komt er nog iets van? Kijk naar voren! Maar dat kan toch niet? Dat kunt u iemand toch niet aan? Nee, maar... een beetje links. Je tovenaar doet niet meer mee. Hier is hij. Hallo Albert, jong, hoe is het met je? Oh, het gaat hier fantastisch, hè? Huh? Zeg Albertje, wat hoor ik van jou, hè? Ja, nee, dat hadden wij duidelijk afgesproken, Albert. Nee, zeg, dat... Nou word ik daar heel erg kwaad om, weet je dat, Albert? Goed, goed. Krijg je wel een proces in je broek, makker? Hm? Je hebt tenslotte een contract. Heb je dat niet getekend? Juist. Nou, we zien elkaar nog wel eens, hè? Dag, Albert. De klootzak. Au! Moet je dat zien, zeg? Moet je die kop zien? En dan een lange, wijde mantel daaronder voorstellen. Wat een stijl. Bent u de regisseur? Ik kom hier voor mijn kleinzoon, voor Martijn. Het is fantastisch. Toe, alstublieft. Alstublieft. Steek uw arm eens. Zo, omhoog. Zeg, is dit een overval of zoiets? Dat is het helemaal. De volmaakte tovenaar. Kom mee, Martijn, die vent is getikt. Nee. Laat het me even uitleggen. U bent voor mij de ideale figuur om in mijn film de rol van tovenaar te spelen. En daarom... En u denkt dat u iedereen maar in zijn kraak kan grijpen om in uw film te laten meedoen? Nou, bent u bij mij een verkeerde adres, dan hoor. Dan heeft u het verkeerd begrepen. U wordt er namelijk voor betaald. Zeg maar wat u hebben wilt. 8000 gulden, 10.000 gulden. Wat zegt u? Goed, 12.000 dan. En als u meespeelt, kunt u meteen op uw kleinzoon letten. U bent tenslotte verantwoordelijk. Hm? Hoezo verantwoordelijk? Nou, u zorgt er voor zijn opvoeding. Ik neem tenminste aan dat hij niet alleen maar bij u woont. Hè? Ja. Ja? Ja. Ja? Dat is dan geregeld. 12.000 gulden. Ho, 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 ho! Mag ik misschien ook nog een woordje meespreken, hè? Aan een kop alleen hebben we niks. Oh, nee? Hey, meneer moet ook nog wat kunnen als tovenaar. Oh, denkt u soms dat ik niks kan? Ik ben anders een prima eerste klas goochelaar. En van magie, nou, daar ben ik ook zo het een en ander van. Let op! Opa, doe dat niet. Jongen, stoor me nou niet in mijn concentratie. Ho. Ik laat vliegen wat ik wil. En in één klap staat alles stil. Hij kan het. Hij heeft de draak gered. En dat was nog maar een kleinigheidje. Opa, ga nou mee. De contracten. Snel van Gelder, de contracten. 12.000, hè? Ho. Daar moet ik eerst nog eens over nadenken. 15.000, hij wordt er onmiddellijk getekend. Pen. En als ik nou geen zin heb? Je hebt nooit ergens zin in. Geen zin om je werk op school te doen. Geen zin om in de winkel te helpen. En nou heb je weer geen zin om te gaan logeren. Meneer Vonk, er is een vertegenwoordiger. Maar goed, jongen. Ik bel je tante wel eventjes op. Ik begrijp jou niet hoor, Martijn. Heeft je vader het allemaal speciaal geregeld? Gevraagd of Tanja in de winkel komt helpen? Je tante gevraagd of je 14 dagen mocht komen logeren? Je had hem eens mogen vragen of ik zelf hou. Ach ja, dat is nou maar onzin. Anders ben je altijd gek op die boerderij. Met de paarden rijden, op het land helpen. Begrijp jij dat nou? Ikke? Ja, ik snap het wel. Ja. Jij neemt het altijd voor hem op. Ik heb het contract nog eens nagelezen. Ik had het nooit moeten tekenen. Dat heb ik je toch meteen gezegd? En dan komen ze er straks natuurlijk achter dat je helemaal niet bij me woont en dat ik hier helemaal geen winkel heb. Hier. Zich hiermee verplicht tot het spelen van de rol van tovenaar. Plus het verrichten van diverse bij die rol passende goocheltrucs. Ga er maar aan staan. We gaan zeggen dat je het niet doet. Ik heb getekend. Hier. Strafbepalingen. Bij het in gebreken blijven en of niet volledig nakomen van dit contract zijn de volgende bepalingen van kracht. Ach, laat maar. Je wordt zo ongeveer gevierendeeld. Als ik nou maar iemand wist die me een paar trucs kon leren. Als die nou eens. Weet jij iemand? Nee. Huh?
Nee. Hey, wat doe je hier? Je mag hier helemaal niet komen. Kom eens gauw hier. Nou, kom maar. Je hoeft niet bang te zijn. Wie ben jij? En wat doe je hier? Zo, die meneer, die... Is hij een tovenaar? Tovenaar? Wel, nee. Het is een magier. Maar waarom verstop je hier? Nou, ik kan vragen of hij me een paar trucs wil leren. Oh nee, dat doet hij niet. Dat weet ik zeker. Ja, maar hij kan toch een heleboel bijzondere dingen? Nou, dat kan hij me toch oh, wel? Oh nee, dat doet hij niet. Ik ken hem. Maar je kan me beter weggaan. Want hij vindt vast niet goed dat je hier bent. Is hij je vader? Ik werk voor hem. Ha, lijkt me best leuk in de circus. Mag het van je vader en moeder? Die weten niet dat ik hier werk. Dat is net als bij mij. Ik ga ook iets doen dat ik ze nog niet verteld heb. Ik kan het ze niet vertellen. Hij heeft me meegenomen uit India. India? Ja, daar werkt mijn vader. Ik ben al 2 maanden weg. Wist ik maar hoe lang het nog ging duren. Dus houd je gevangen. Dan kun je toch weglopen? Kom mee, joh. Dat helpt toch niet. Dat merkt hij meteen. Dan bel ik de politie. Nee, niet doen! Maar als de politie komt, ben je vrij. En dan kan hij er niks meer doen. Jawel. Er gebeurt iets verschrikkelijks, heeft hij verteld. Slaat hij ook? Nee, nooit. Hij zorgt hartstikke goed voor me. Alleen ik mag niet weg. Ja, maar wat wil hij dan van je? Hij heeft me nodig. Het heeft te maken met zijn geheimzinnige krachten en sterren en zo. Daar komt hij! Beest. Waarom heb je een beest binnengelaten, Michiel? Dat heb ik niet gedaan. Hij is hier zelf binnengekomen. Ga weg! Raak me niet aan! Laat hij me niet aanraken! Morgen, papa Vonk. Morgen. Alsjeblieft. Dank u. Goedemorgen. Oh, Hans. Ik kwam toevallig de post tegen. Hier. Is Martijn binnen? Ja, dat zal wel. Of anders op zijn kamer. Dank u. Film niet ze, Martijn. Ze moeten die dingen moeten ze niet meer sturen. Ze kunnen ze ons beter meegeven. Zijn er teksten? Nee. Hier staan de spelers en daar zijn dan de data's. Ja, ik moet hem overmorgen al. En ik? Nee, jij moet vanmiddag al. En dan morgen ook de hele dag. Hè? Je kunt wel zien dat jij de hoofdrolspeler bent. Maar morgen kan ik niet. Dan moet mama naar het ziekenhuis voor controle. En ik moet in de winkel helpen. Maar ik hoef toch pas overmorgen. Dan kan ik toch helpen? Ja, maar ik weet niet of papa dat goed vindt. Ah, laat dat maar aan mij over. Oh, Ankie, hoe gaat het nou met je arm? Oh, ik voel er als niks meer van.
Morgen ga ik voor controle en dan hoop ik dat die Mitella er maar af mag. Want zo kan ik trouwens niks meer doen. Nee, dat begrijp ik best. Zeg Hans, ik hoor dat jij morgen met Ankie naar het ziekenhuis moet. Zal ik dan hier komen helpen? Nee, is niet nodig hoor. Ik heb met Martijn afgesproken dat hij er is. En Tanja is er. Nou, dan die kun je de winkel van toevertrouwen hoor. Oh, maar ik wil best komen hoor. Ik weet niet, Martijn heeft misschien wat anders. Trouwens, om die winkel aan twee kinderen over te laten. Dat heeft hij jou gevraagd? Nee. Ja. Nee. Ja. Hij heeft jou gevraagd of jij voor hem in de winkel wil helpen. Nee, dat heeft hij niet. Hier. Op mijn erewoord. Hoe laat zal ik morgen komen? Kijk, het verhaal gaat dus zo. Jij bent Roderick, de zoon van een edelman. En je ouders hebben besloten je voor een poosje naar het koninklijk hof te sturen als schildknaap. Want dan krijg je een goede opvoeding en het is heel goed voor je toekomst. Maar je hebt maling aan je toekomst en nog veel meer aan het koninklijk hof. Want jij bent veel liever thuis, want jij houdt van de vrije natuur. En van Esmeralda. En Esmeralda houdt natuurlijk van jou. Maar niet heus. Nou werkt Esmeralda in de keuken van het kasteel. Maar zo'n dienstmeisje vinden je ouders ver beneden jouw stand. En als jouw vader op een dag voor het vertrek naar het hof merkt dat jij Esmeralda in de paleistuin een zoentje geeft, is hij woest. Hé, Jassus, moet dat echt? Zal mijn vriendje leuk vinden? Ja, hou jij je kwek eens. Hij is zo kwaad dat hij besluit Esmeralda en haar moeder, die ook in de keuken van het paleis werkt, weg te sturen en ze mogen nooit meer terugkomen. De dag daarna vertrek jij naar het hof en dan begint het grote avontuur. Komt u even naar de nevelmachine kijken, meneer? Laat maar eens even zien, jongens. Kijk, dan zuigt hij de verf hieruit op en die blaast hij zo hier door die stofzuiger, zo door die toeter en van die toeter zo door de ventilator en dan haalt je witte nevel. Nou, kom de Vries, zet maar uit. Volgens mij is die verf veel te dik, dat houdt die stofzuiger nooit. Ah, jawel, de Vries, doe nou maar. Oké. Wanneer komt die nevel nou? Als de verf verdund is. Dat zei ik meteen al. En we er een nieuwe ventilator op gemonteerd hebben. Ah. Wat? Je kan die dingen toch wel een beetje verbuigen? Nee. Vooruit dan maar weer. Eén nieuwe ventilator. Nou ja, dat maken jullie straks dan maar. We gaan nu de scène opnemen waar de kinderen op het slot toe lopen en de brug langzaam naar beneden komt. Lukt dat met die brug? Oh, die werkt perfect. Perfect. Voortreffelijk, jongens. We gaan nu opnemen. Iedereen naar uitgangspositie. Die brug had precies het goede tempo. Attentie. Geluid. Loopt. Camera. Loopt. Actie! Ik geloof dat ik niet goed ben. Jongens, dat ding wordt onmiddellijk weer opgebouwd, hè? En stevig, desnoods van gewapend beton. Gewapend beton? Hout, karton en piepschuim. Ben jij nou helemaal gek? Nou, je kan me nou wel loslaten, hoor. Jasses, wat heb jij een zweet aan? Nou, dat was gauw gebeurd, Martijn. Ga je nog even mee, want ik heb nou een truc bedacht. Nee. Nee, ik moet zo ergens heen. Kan niet. Oh. Ja. Hey, Giel. Waar ben jij het? Ah, je kan me beter weggaan, joh. Maar ga ik niet met je praten. Kom je halen. Schiet nou op. Ah, nee, joh. Hij vindt me toch. Schiet nou op. Ik ben een plek waar je kunt verstoppen. Waar breng je me nou heen? Nou, bij me thuis. In mijn kamer. Oh nee, dat kan niet. Weet je waar ik woon? Bij mijn opa in het bejaardentehuis. En dan? Nou, vandaag kun je je vader bellen. Of gaat het niet naar dat land, naar India? Ja, ik kan natuurlijk de ambassade bellen. Daar werkt hij. Michiel? Michiel? Kom mee. Ik ga me weg, help toch niet.
Je weet toch dat je niet weg kunt? Jij moet hier blijven, Michiel. Zonder jou zal de ring van Daemon gesloten worden. En als dat gebeurt, zullen alle duistere machten losbreken. Wat betekent dat dan? Dat je nergens meer heen kunt. Ook niet naar je ouders. Alleen bezweren kan het sluiten van de ring nog voorkomen. En daarbij moet jij me helpen, Michiel. Wat moet ik dan doen? Dat zal ik je zeggen als de tijd daar is. En de tijd van de ring is nabij. De plaats moet hier in de buurt zijn. Jij mag de tent niet meer verlaten, Michiel. Niet meer zonder mij. Ook wel kunnen vertellen. Wat? Van die film natuurlijk. Hoe weet je dat? Daarom was je zo vaak weg. Is ze aardig? Wie? Nou, je geliefde. Die Monique. Lijkt me echt een saaie. Komen ze thuis toch te weten? Weten ze dat dan niet? Nou, als ze te weten komen, mag ik niet meer meedoen in de film. Aan de vader van Michiel. Wie is dat, die Michiel? Zeg, je vertelt thuis niks over die film, hè? Nou? Ah, doe niet zo flauw. Dat doe je niet, hè? Als je mij het wel vertelt. Goed. Kijk, het is nu veel dunner. Ziet u wel? Ah. Zo, makker, je bent wel te laat, hè? Dat kan je misschien op school maken, maar niet hier. Precies. Tijd is geld. Weet jij wat 1 minuut hier wel kost? Ja, maar ik moest die krant... Ja, nou, ga jij je maar even laten schminken, hè? Hup. En tussen 2 haakjes heeft een van de heren misschien mijn ventilator... dat is hem. Zijn jullie nou helemaal een haakje? Hey. U mag hem wel meenemen, maar dan moet er wel een andere komen. Ja, en voordat hij erop gemonteerd zit, zijn we wel 2 uurtjes verder. En dat is 120 minuten, dus rekent u maar uit. En na de klus krijgt u mijn huis wel terug, hoor. Ja? Maar dan wel schoon, hè? Helemaal schoon. Helemaal schoon. Hoi, ik ben een beetje laat. Een beetje laat? Ik zit al een uur te wachten. Oh, je moest zeker eerst die krant aan de hele familie laten zien. Nog 2 ook. Martijn Vonk, een bescheiden jongen met veel talent, zegt de regisseur. Ja, dat zullen we nog wel zien. Je bent zeker jaloers dat er maar zo'n klein fotootje van je staat, hè? Zo'n paszegeltje. Ah, joh, stik. Kom nou, Hans. Anders zitten we straks weer uren te wachten bij de dokter. Ja. Kom maar al. Ah, dat doe ik wel, joh. Ga jij nou maar. Jij verkoopt ook wat moois tegenwoordig. Ja. Als je er straks maar niet stiekem mee meeneemt, hè? Ze zijn geteld. Tot zo. Haast je maar niet, hè. Ik heb alle tijd. Zo, Tanja, dan moet jij me maar eens vertellen waar alles precies staat, hè. Maar dat weet ik niet meer zo. Weet u dat ze hier in de buurt ook een speelfilm aan het maken zijn? Ja, daar heb ik vaak iets over gehoord. Er spelen ook kinderen hier mee. Oh, ja. Kijk eens aan. Lijkt me best leuk in een film mee te spelen. Hè? Als ik over een paar jaar terugkom... Als je terugkomt? Tuurlijk kom ik terug en dan trouw ik met je. Als ik dat wil. Wil je dat dan niet? Ja, maar ik weet helemaal niet of dat kan. Waarom dan niet? Nou, als je met mij wilt trouwen, moet je heel sterk en heel dapper zijn. Want je weet niet eens wie ik ben. Jij bent de allerliefste Esmeralda van de hele wereld. En jij bent de allerliefste Roderick van de hele wereld. Voor jou versla ik iedere staak die je bedraagt. Stop maar, Martijn. Je weet wat je fout deed, hè? Ja? Dus iedere draak die er bestaat. Hm? Jeetje, dat is nou al de 4e keer dat je je vergist. Ja, en dan niet iedere draak die er bestaat. Nee, veel stoerder. Iedere staak die er bedraagt. Nou ja, dat... ja. Een bescheiden jongen met veel talent. Nou zeg, net of jij je nooit vergist. Maar niet 4 keer achter elkaar. Misschien niet, maar het duurde zeker een kwartier voordat je op die schommel durfde. Ja, maar het is ook een enge schommel. En doe jij maar niet zo stoer, want toen jij op dit paard zat... En geen geruzie! Roderick, we beginnen opnieuw, hè? En nu vanaf... Jij bent de allerliefste. Goed, opnieuw. Actie! Je bent de allerliefste Esmeralda van de hele wereld. En jij bent de allerliefste Roderick van de hele wereld.
Voor jou versla ik iedere draak die er bestaat. Ik zal op je wachten. Ik moet gaan. Mijn vader wacht op me. Morgen moet je al weg. Tot ziens. Tot ziens, Esmeralda. Wat gebeurt hier? Geilo! Ik vraag u nederig om vergiffenis, heer. Verdwijn naar de keuken en snel voordat ik je erheen schop! Je... Stop maar! Stop maar! Stop maar? Drink toch goed? Hij gooit die stok zo regelrecht tussen de vinnen. Ja, luister even. Ik heb alleen maar gedaan wat er in het script staat. Geef eens hier. Ja, hier staat het. Werp woedend stok weg. Nou, dat heb ik gedaan. Ja, nou, die is wel naar zo'n malamoer. We zullen ergens andere vandaan moeten halen. Ik geloof dat wij die in de winkel ook wel hebben, hoor. In de winkel van Opa Vonk. Oh, nee. Ik geloof dat ze net uitverkocht zijn. Ja, ik weet zeker dat we die niet meer hebben. Ja, het is de enige die ik heb, maar het is dan ook topklasse. Ja, de prijs ook. Kan er niet wat af? Per slot van rekening zijn we geen vreemden van elkaar, hè? Noemen ze vriendenprijsje. Een ogenblikje. Breng dit eens naar de directrice van het bejaardentehuis. Die had ik haar beloofd. Moet er dan geen papiertje mee? Nee, dat is niet nodig, maar er is nogal haast bij. Hup, wegwezen. Zullen we zeggen voor de helft? Voor de helft? Ja. Ja, maar dan moet u bij de opname genoegen nemen met een half wondertje. Daar waag ik het op, want ik heb het grootste vertrouwen in uw wonderen. Goed, voor de helft. Oh, daar is mijn bedrijfsleider. Ja, zo, alsjeblieft. En ik wou wel graag een bon hebben, hè, voor de administratie. Ja, ik ben al bezig. Ja, met BTW. Met BTW. En geld krijg ik nog terug. Ja, geld krijg ik ook. Zo, en nou maar gauw wegwezen, want ze zullen bij de opname wel op u staan te wachten. Oh, de bon, ja. Ja, maar... Klopt het nou? Als een bus. Zeg, is dat voor die ventilator? Ja. Dan heeft u veel te weinig betaald. Wacht eens even. Luister nou. Ik heb met ze afgesproken dat ze deze voor de helft van de prijs mogen hebben... als alle andere ventilatoren ook hier kopen. Welke andere? Dat zijn filmluien. Die maken een film hier in de buurt. Nou, je weet hoe het daartoe gaat. Veel hete lampen, de transpiratie. Die mensen hebben hopen frisse lucht hebben die nodig. En dat betekent ventilatoren. Als ik jou was, dan zou ik er nog een paar bij bestellen. Anders moet je straks neven kopen. Kom, Roderick. Wat zit gij daar? Geen pit en geen manieren. Maar dat brengen ze u aan het hof wel bij. En eet eens wat, want morgen wacht u een lange reis. Ik heb geen trek. Ik wil er zoveel dingen denken. Denken? Dromen zult ge menen. Het wordt tijd dat u volwassen wordt. Ge ziet me nog steeds als een klein kind. Ik kan ook wel vertellen wat me steeds bezighoudt. Vertel, mijn zoon. Ik luister. Heer, we bidden om vergiffenis en smeken hier te mogen blijven. Verdwijn, heb ik gezegd, en keert nimmer weer. Hier, neem dit mee voor onderweg. Verdwijn en vertoon u nooit meer op mijn landerijen. Roderick. Mijn zoon. Zeg me wat ge me zeggen wilt. Spreek vrij uit, van man tot man. Hey Martijn, wat zit je er nog toch weer bij? Ja, jij is behoorlijk zitten, joh. Dat gehang de hele dag. En eet nou eens wat. Je hebt nog geen hap genomen. Voel je je soms niet lekker? Nou, dat zou ik me ook niet voelen als ik de hele dag liep te lanterfanten. Maar morgen moet er gewerkt worden. Dat magazijn is één grote puinhoop en dan ga jij eens grondig opruimen. Ja, anders brengt nog iemand zijn nek erover. Ja, maar... Ja, niks te ja, maar dat gebeurt. Eet nou tenminste je vlees op, Martijn. Ik heb geen trek. Ik moet aan zoveel dingen denken. Hoezo denken? Is er dan wat gebeurd? Hoezo? Jullie zien me nog steeds als een klein kind. Ik kan ook wel vertellen waar we steeds bezig houden. Meneer de dichter, hey, doe gewoon, joh. Vertel wat er aan de hand is. Nou, jullie weten misschien al dat... Met Vonk. Ja? Oh, dat is goed, ja. Dan leg ik de papieren vast klaar. Ja, tot zo dan.
is die man van de verzekering. Voor die portefeuille. Ik wou zo eventjes langskomen. Waar heb je die papieren nou gelaten? Maar je wou ons iets vertellen. Wat zouden we dan gehoord moeten hebben? Jullie denken dat ik alleen maar loop te niksen. Maar steeds als ik het wou vertellen, dan... Hallo. Hé, mevrouw Vonk, kijk eens wat ik gekocht heb. Oh, dat is dat je enig, Tanja. Kom eens hier. Waar heb je dat gekocht? Bij Van Lint? Nee, bij Prinsen. Ze hadden het ook in. Ja, ga nou maar weg. Zeg, Martijn. Ja, ik was jullie iets aan het vertellen. Ik was iets aan het uitleggen. Zeg, wil jij je grote bek wel eens houden? De hele dag geen barst uitvoeren en hier de zaak nog een beetje tyranniseren ook. Ja, dat is het makkelijkste, hè? Weglopen. Waar zoeken we eigenlijk naar? Naar de steen. De steen die de plaats van het gebeuren aangeeft. Is het vannacht? Nee, niet vannacht. Maar de tijd is nabij. Dat zegt u elke keer. Maar we zoeken nu al zo lang. De tijd van de sterren is niet de tijd van de dagen. Het is een tijd die boven onze tijd uitgaat. Ik ben bang. Bang voor het grote gebeuren. Jij hoeft niet bang te zijn, Michiel. Jij hebt macht over dieren. En voor het grote gebeuren zullen wij veel dieren nodig hebben. Ja? Ah, Martijn, ik heb het bijna onder de knie. De truc met de fakkels. Ik heb thuis weer mond gehad, opa. Wat alweer, het wordt steeds erger, hè? Moet je kijken. Dit zijn de molenwieken en die kaarsen, dat zijn de fakkels. Als dat monster nou op ons afkomt, dan pak ik razendsnel die kaarsen en gooi ze één voor één naar hem toe. Ik wou het ze net vertellen. Even, Martijn. Mis, maar het zal me lukken. Nou, toen ging de telefoon. Toen kwam Tanja ook nog. Toen werd ik kwaad. Nog even, Martijn. Nog één keertje. Anders sla ik een gek figuur tegenover die filmmensen. En zo hoort het. Nou, vertel nou maar eens wat er aan de hand is. Inderdaad. Oh, bent u het? Waar is Martijn? Dat weet ik niet, maar wat ik graag van u zou willen weten is... A, waarvoor kreeg ik gisteren die bloemen? En B, wat doet die kandelaar uit de conversatiezaal hier in uw kamer? A, dat is gewoon een aardigheidje. En B, dat is een geheim. Wat voor een geheim? Nou, dat zou u toch niet kunnen begrijpen. Want als ik u nou vertel dat dit de molenwieken zijn en dat dit de fakkels... Ja, wat weet u dan nog? U moest maar eens wat gaan slapen. Zeg, meneer. Kunnen we even afrekenen? Want ik heb nog een klusje te doen. Zeg, Mien, trek die voor uit, dan kunnen we de volgende bus halen. Dat is toch veel te netjes, jongens. Je moet je voorstellen dat hij na een lange speurtocht...
bestoft en gehavend bij de molen van de tovenaar aankomt, hè? Zo beter. Dat is beter. Attentie, we gaan draaien. Actie. Je hebt het dus toch gevonden, Roderick. Hoe weet je wie ik ben? Ik heb je voorbij zien komen. Maar stijg af, eet en drink wat, want je ziet er vermoeid uit. Nee, ik moet er vlug vandoor. Maar ik wou je iets vragen. Die moeder en dat meisje. Esmeralda, ja. Weet je waar zij in zijn gegaan? Naar een plek waar jij ze niet kunt volgen. Dus u weet waar ze nu zijn? Maar stijg af, dat praat wat makkelijker. De weg naar Esmeralda is er een van draken, reuzen en ravijnen. Maar hoe kan dat nou? Ze was zo kort nog hier. Ja, dat klopt. Maar je hebt er geen idee van wie ze is. Ze is een prinses, Roderick, een prinses van koninklijke bloede. Alleen ze is betoverd, vanaf haar geboorte al. En dat heb ik gedaan! Wie een prinses wil bewinnen, moet eerst draken en reuzen overwinnen! En dat lukt niemand! Ben je daar weer? Ouwe piks, verdwijn onmiddellijk uit mijn molen! Maak je maar geen zorgen. Je hoeft niet bang te zijn voor die fakes. Maar wat doet ze daar dan? Sinds het ogenblik dat ik dat arme kind jou, Esmeralda, heb beloofd te zullen helpen, komt ze me iedere dag een uurtje treiteren. Zou u Esmeralda dan kunnen bevrijden? Ja, ik ben niet bang voor draken of reuzen. Maar ik ben geen prins. En het moet een prins zijn die haar bevrijdt. Maar ik ben toch een prins? We zouden het toch samen kunnen doen? Zou je dat durven? Tuurlijk. Roderick, wij gaan naar Esmeralda. Nou, als de rokende ranonkels uit mijn molen. Maak dat je wegkomt. Ho, ho, tovenaartje. Niet zo'n grote mond tegen mij. Anders zal ik jouw wieken in stilzetten. Dat kan je niet eens. Oh, nee? Wacht maar, ik zal er wel krijgen. Ik hoef daar alleen maar even te tekenen. Zo. Au, au, nee! Dat gaat zo. Ze is bang. Ho, tot zover even. Dat was prima, jongens. Die wieken moet in een stevig tempo nu weer gaan draaien, de Vries. Ja, ja. De kei ligt hier knap in de weg. Kan die niet weggehaald worden, Twan? Oh, met een hefdruk is dat zo gepiept, hoor. Zal ik er een bestellen? Nee, dat doen we niet. Dat duurt veel te lang. Vlugger, de Vries. Veel vlugger. Kalm aan een beetje. Het is geen rad van avontuur. Alsof we het ding mollen, dan duurt het nog veel langer. Oh, woeps. Wat doe je nou? De Vries. De Vries, wat heb je nou gedaan? Ik heb niks gedaan. Wat? Heb jij niks gedaan? De wieken eraf. Jij stomme kluns. Heb jij enig idee wat dat gaat kosten om dat gerepareerd te krijgen? Maar ik hou jou aansprakelijk. Ik ga een kraanwagen bellen. Als je nou toch een kraanwagen gaat bellen, kunnen ze meteen even die steen weghalen. Die steen moet niet weg. Zij moeten weg. Jij zult me tot de laatste cent. De Vries. De Vries, ben je er nog? Jawel. Hoe denk je dat voor elkaar te krijgen? Hoe komen die wieken er weer aan? Met een kraanwagen. Met een kraanwagen? Met een kraanwagen, ja.
Een catastrofe. Een catastrofe. Waarom doet u daar niks aan? Wat zou ik daar nou aan kunnen doen? Nou, u kunt toch toveren? Vooruit dan, vooruit dan. Wat verwacht u nou van mij? Nou, precies wat er in uw contract staat. U zult enige toverkunsten verrichten en daar hou ik u aan. Daar hou ik u aan. Nou moet u eens goed luisteren. Het is werkelijk ongelooflijk. U hebt ons van de ondergang. U hebt ons van de ondergang gered. Psst, Martijn. Ik wist niet dat jullie hier waren. Met die wie ik alleen hij gedaan heb. Ik wil bij hem weg, zo snel mogelijk. Ik heb een brief van je vader geschreven. Aan mijn vader? Daar komt hij. Ik zie je wel in het circus. Sir, your post. Weer voor mij een ticket voor de eerstvolgende vlucht Amsterdam-Schiphol reserveren. Ja, dat maakt niet uit. Regel dat maar. En dan een spoedtelegram naar Nederland. Ja, een spoedtelegram. Bestemd voor Martijn. Per adres Bazaar Vonk in Beukenrode. Dit zijn dus de scènes die we morgen gaan opnemen. En als we dat morgen allemaal halen, schieten we een heel eind op. En waarom zou het niet halen, hè? We zijn vandaag ook een heel eind opgeschoten. Dankzij jouw lieve opa. Hoe laat is het? Waarom wil je het toch steeds weten? Heb je haast? Hij heeft met zijn vriendinnetje afgesproken. Oh, haha. Maar dat kan je niet laten wachten, hè? Tot morgen. Je vriendinnetje is ook een beetje verlegen, hè? Nou, dag, tot morgen. Ik dacht dat ze altijd zat te katten. Dat zie ik. Dikke vrienden. Met haar zeker. Wat kom je hier eigenlijk doen? Nou, er is een telegram gekomen. Ik dacht dat het misschien belangrijk was. Het is van Michiels vader. Hij komt hier naartoe. Oh, dan moet ik gelijk naar het circus toe gaan. Nou, als ik jou was, zou ik eerst langs huis gaan. Je vader is woedend. Om die telegram? Nee, daar weet hij niks vanaf. Ik was alleen in de winkel toen het gebracht werd. Maar je zou vanmiddag toch het magazijn opruimen? Nou, heeft je vader het helemaal in zijn eentje gedaan. Ik vind het trouwens stom van je, hoor. Wat? Dat je niets hebt verteld van die film en zo. Ik ga het zo ook allemaal vertellen. En het kan me niet schelen wat er daar gebeurt. Mam? Bij tante Rie. Waar was jij vanmiddag? Bij de film. Ik kon net vertellen. Zo, wanneer was naar de film? Terwijl we hadden afgesproken dat jij vandaag het magazijn zou opruimen. Of niet soms? Ja, maar... Niks te jammeren. Je bent te lui om een poot uit te steken. Maar luister dan een keer naar me. Nou, word je helemaal mooi. Voor tijd dat jij eens een keer naar mij luistert. Nou, het is omdat ik tegen slaan ben. Anders kreeg je een pak op je lazen van me waar je niet van terug hebt. Nou, doe het dan. Nee, Martijn, zo ver krijg je me niet. Ga naar je kamer. En dan kom je voorlopig niet meer af. En morgen moeten wij eens een hartig woordje met elkaar praten. Naar je kamer!
Martijn. Martijn, je hebt nog niet gegeten. Hier, ik heb een paar boterhammen voor je klaargemaakt. Martijn. Slaap je? De Vries? Huh? Nou, ik zie niks. Ah, er is hij al. Wat is er nou, Tarzan? Hé, hey, wat moet dat? Was er toch iemand, De Vries? Huh? Ah, die is alweer weg. Tarzan, kom hier! Wat deed hij nou, De Vries? Weet ik veel. Maar met Tarzan in de buurt blijft hij wel op een afstand. Werkt dat? Schiet op, jochie. We moeten zo de draak verslaan. Ja hoor, kom zo. Martijn, wil je mij weglopen? Ik heb dit van hem gepikt. Heeft hij geen macht meer over me? Hij is je vast aan het zoeken. Weet hij dat je hier bent? Nou, voorlopig zie ik je goed. Maar moet u gaan, anders krijg je iets in de gaten. Wacht nou even. Hoe was het nou met die brief van mijn vader? Oh ja, ik heb een telegram van hem gehad. Hij komt hier naartoe. En dan komt hij langs ons huis. En dan heb ik afgesproken met Tanja dat... Komt iemand. Met wie was jij aan het praten? Met niemand. Jawel, ik hoorde het. Ik was mijn tekst aan het leren. Je moet je nou in ieder geval laten schminken. Ja, was ik ook net van plan. Volgens mij was er toch iemand binnen. Ah, je had je vriendinnetje meegenomen. Ah, doe niet zo stom, joh. Jullie weten wat er gebeuren moet, hè? En denk erom, deze opname kan maar één keer. Als het mislukt, gaan we goed de mist in. Ik heb Van Gelder met een smoesje weggestuurd. Dat is een hele geruststelling. Dan kunnen maar twee dingen gebeuren als het misgaat. Of hij bezwijmt ter plekke, ja. Of hij roeit ons allemaal eigenhandig uit. Ah, er kan niks misgaan. Kijk, Martijn, je geeft hem eerst hier een hengst, hè? En dan gebeurt er niks. En dan geef je hem hier een klap, en dan gebeurt er ook niks. Maar dan steek je hem hier, in deze schub, deze. En dat is met hem gepiept, want daarachter zit de ontsteking. Begrijp je wel? Zonde, hè? Hebben we nou 2 dagen naar gewerkt en meteen prikken ze naar zijn grootje. Ja, maar daar hebben jullie hem wel voor gemaakt, hè? Oké, jongens, daar gaan we dan. Twan en De Vries uit de buurt. Tovenaar klaar, Roderick klaar, opgelet. Geluid,
Loopt. Camera. Loopt. Actie! Wees dapper, Roderick. Trek hem binnen in het land. Ik zal proberen hem in de band van mijn bezwering te houden. Ik weet niet meer welke schub het is. Oké, stop maar. Dat is je nou al 3 keer verteld. Ja, maar ik weet niet meer welke schub het is. Het is deze. De camera liep toch nog, hè? Oh, nog 2 dagen. Nog 2 extra dagen. Nog 2 dagen. Oh ja, daarom moest ik weg, hè? Dat jullie me dit konden flikken. Dat was geen ongeluk. Dat hebben jullie expres gedaan. Dat heb ik wel gezien. Alleen om mij op hogere kosten te jagen. Jullie hebben me nog nooit echt kwaad gezien, hè? Maar nou zal ik aan jullie betaald zetten. Wees redelijk, van Gelder. Wees nou redelijk. Opa, alsjeblieft een wondertje. Maar... Sorry, jongens. Neem me niet kwalijk. Hey. Ik wist niet dat het een grapje was. Ik dacht dat het een mens was. Hij is er eens in de buurt. Ik weet het zeker. Heb je hem gezien? Nee, maar dan met die draken alleen hij gedaan hebben. Je moet weg. Je moet weg. Maar waar? Je zei een keer dat ik bij je op in het bejaardenhuis. Dus toch. Wie is dat? Jij weet zeker niet dat je niemand mee mag nemen naar de opnames, hè? Zal de regisseur leuk vinden. Je praat met niemand over hem. Maar wie is dat dan? Vertel het hem maar. Maar als je er met iemand over durft praten. Natuurlijk zal ik er niet over praten. Maar je hoeft het me niet te vertellen. Jawel, nu wel. Nou zijn de broodjes weer op. Ja, zeg heren, ik weet niet wie van jullie dat is, maar iemand loopt zich hier ongans te eten. Nou is er weer geen broodje meer te bekennen. Nou, je hoeft mij niet zo aan te kijken. Het is pas mijn 3e broodje, hoor. Ja, nee, het interesseert me niet wie het is. Luister even allemaal. Voortaan de man, 2 broodjes. Heb je enig idee wat een broodje tegenwoordig kost? Eet smakelijk. Ga geen hapje door mijn keel krijgen. Echt, jochie, daar is geen denken aan. Je weet dat er bij ons geen bezoek mag blijven slapen. Daar zijn ze heel streng in. Maar als zijn vader vandaag komt, dan hoeft dat niet. Als zijn vader vandaag komt. En als hij vandaag niet komt. Je weet hoe de directrice is. En ik heb al genoeg ellende van de week gehad met haar. Maar als ze het nou doen zoals ik het je net verteld heb. Dan hoeft niemand iets te weten. En als de magier Michiel te pakken krijgt. Nou, is het nog veel erger. Als ik door dit geintje het huis wordt uitgeschopt, dan pik ik bij jou thuis jouw kamer in. En dan slaap jij maar op de zolder. Afgesproken. Je doet maar, het kan me niks meer schelen, rotzak. Hé, hey Martijn. Waar ga je heen? We moeten nog een scène opnemen. Je komt vast niet meer terug, die stijfkop. Wat is er dan gebeurd? Nou, we hadden ruzie en toen zei ik wat tegen hem en toen zei hij dat hij niet meer mee wilde doen. Ja, zeg maar, dat is belachelijk. Hij kan toch niet de hele filmploeg stilleggen omdat hij toevallig ruzie heeft? Ik stel u aansprakelijk voor de kosten van een verloren draaimiddag. Ja, wat kan ik eraan doen? Nou, u bent toch verantwoordelijk voor hem? Of u zorgt ogenblikkelijk dat hij hier terugkomt. Of u krijgt van mij een gepeperde rekening. Zullen we nou hebben? Nou, ik zal zien wat ik kan doen. Heeft er misschien iemand een viltstift? Een wat? Een viltstift. Ja.
Martijn, kom naar buiten. Dit gaat boven mijn pet. Hoe doet u dat nou? Nou, gewoon zo. Dit is uw geldkist, hè? Nee, hè? Als u het maar laat. Ja, we gaan nu opnemen. En zoeken geintjes, flik je mij niet meer, Martijn. Ja, kijk, Esmeralda, die gaat naar de ruïne toe. Mm-hmm. En Roderick en de tovenaar komen, na het verslaan van de draak, van die kant op de ruïne inlopen. Ja hoor. Ja? Oké, hup. Vlug omkleden, hè? Waar is die jongen? Welke jongen? Martijn! Oh, die is al lang weg. U begrijpt wat ik bedoel. Waar is Michiel? Michiel? Waar is uw kamer? Welke Michiel? Ik ken helemaal geen... Michiel! Wilt u me nou alsjeblieft loslaten? Vonk, hier is het. Help me. Waarom ben je er niet gebleven? Hebben we bijna te pakken, joh. Kom mee. Martijn, we gaan... Hé, wie is dat nou? Dat is Michiel. Mag hij hier blijven slapen? O, jawel hoor. Wat mij betreft vind ik het best. Maar waarom heb je het niet gewoon gevraagd? Ik dacht dat het dan niet mocht. Ah, doe niet zo gek, dat weet je best. Maar vinden je ouders dat goed, Michiel? Nou, kom nou, hè, anders zijn we zo... Ja, dat is Michiel. Die blijft vannacht hier slapen. Zijn ouders wonen in het buitenland... En dan zit hij bij zijn tante en toen was ze ziek en toen moest ze naar het ziekenhuis en toen kon hij nergens anders slapen. Nou, begrijp er geen snars van, maar dan moet je me morgen maar eens haar van uitleggen. Wij moeten echt gaan, Ankie, anders zijn we weer zo laat. Waar gaan jullie naartoe? Nog een wijntje naar de film. Zeg, haal maar een luchtbed van de zolder, hè, Martijn. En slaapzakken liggen in de dekenkist. Kom op. Dag, dag. Jongens. Dag. Dag. En dit is het Wolfbos. Dit is deel 1. En deel 2 ben ik nog aan het maken. Zo. Ik moet Michiel spreken. Die is er niet. Jawel. Ik heb hem gezien. Je hoeft niet bang te zijn. Ik zal jullie niets doen. Waarom ontvlucht je mij, Michiel? Omdat ik bang ben.
Voor mij? Voor wat er gaat gebeuren? Ik heb toch gezegd dat je niet bang hoeft te zijn. Ik heb je nodig. Het is deze nacht. Nee! Ik heb je verteld, Michiel, wat er gebeuren gaat als de ring van Demon niet bezworen wordt. Morgen is het te laat. Morgen zal de ring gesloten zijn. Kom. We hebben weinig tijd meer. Maar wat moet ik dan doen? Voor de bezwering heb ik dieren nodig. Veel dieren. En die moet jij voor me halen. Jij bent de enige die dat doen kan. Maar wat gebeurt er dan met die dieren? Niets. Helemaal niets. Ze moeten er alleen zijn. Als de ring bezworen is, zijn ze weer vrij. Net als jij. Michiel. Na deze nacht is alles voorbij. Heb ik je ooit iets beloofd waar ik me niet aan gehouden heb? Kom dan. Vlug. Anders zijn we te laat. Niet doen, Michiel. Blijf hier. Laat me nou. Dan ga ik ook mee. Nee, jij niet. Alleen Michiel gaat mee. Wacht hier maar op hem. Over een paar uur is hij terug. Waar is Michiel? U bent gemeen. U had beloofd dat er niks met ze zou gebeuren. En nou zijn ze weg. Ik wil weten waar hij is. Wat is er met hem gebeurd? Er is niets met hen gebeurd. Maar waar zijn ze dan? Op hun plaats. Ja, maar waar dan?
volg me maar. Kom. Goedemorgen. Neemt u me niet kwalijk, maar woont hier ene Martijn? Ja, hoezo? Ik zou hem graag dringend even willen spreken. Op deze tijd? Ja, ik begrijp dat het een rare tijd is, maar mijn vliegtuig had vertraging. Het gaat namelijk om een brief van die Martijn. Dat is mijn zoon. Dan mag ik ook weten wie u bent. Neemt u me niet kwalijk, mijn naam is Van Reewijk. Kijk, het gaat namelijk over deze brief waarin uw zoon iets schrijft over mijn zoon die al een 2 maanden spoorloos is. En kijk, dit is Michiel en deze brief is het eerste levensteken wat we van hem ontvingen. Ja, ik begrijp dat het een hele rare tijd is, maar ik vraag begrip voor mijn situatie. U bent tenslotte ook vader. En dit is uw zoon? Ja. Nou, dan hoeft u zich geen zorgen meer te maken, want die ligt hier boven te slapen. Ik heb om 6 uur met hem afgesproken, hoor. Ik heb het hem al 3 keer verteld. En het is nu over 7. Ik kijk echt niet op een paar minuutjes, hoor. Maar echt niet. Ik wel, echt niet. Maar ik wel. En rekent u maar dat ik dat bijhoud, hè? Rekent u dan maar op dat ik dat bijhoud? Ja, ik begrijp er niks van. Ik heb het hem ook nog gezegd. Ja, maar u bent wel verantwoordelijk voor hem, hè? Dat weet u toch? Ja, dat weet ik. Nou, ik zal eens gaan kijken waar hij blijft. Nee, laat mij maar achterin. Is er wat aan de hand? Martijn is weg. Zijn opa vertelt hij alles. Misschien dat die een idee heeft waar hij zou kunnen zijn. Denk je dat je vader al op is? Die? Oh, allang. Als hij nog maar in het huis is. Stop! Kijk! Die magier! Waar is mijn zoon? Wat bedoelt u, zoon? U weet best wat ik bedoel. Waar is mijn zoon? Dag op en vlug een beetje. Vader, kom, wat is dat? Vader? Zeg, wat voor een spelletje wordt hier eigenlijk gespeeld? Hé, hey Monique, weet je waar ergens Martijn is? Ja, dat zouden we ook wel eens willen weten. Hij zit al 1,5 uur te wachten. Is hij hier dan niet? En thuis is hij ook niet. Weet je dat zeker? Ik heb net zijn ouders gezien. Die zijn hartstikke ongerust. Als men iets met die magier te maken heeft. Dan moet hij in het circus zijn. Michiel! De paarden! Waar zijn de paarden gebleven? In de stal. Zie je wel? Mijn werk is gedaan. Ik ga terug naar het oosten. Je kunt met me mee, Michiel. Mijn vader komt me hier halen. Dan moeten we hier afscheid nemen. Misschien vond je wat ik met je gedaan heb vaak gemeen of misdadig. Misschien vond je dat ik je vaak te streng behandeld heb. Maar het moest. Het moest, Michiel. Wat er vannacht gebeurd is, zul je misschien nooit begrijpen. En dat is maar beter ook. Want jij en ik hebben krachten, Michiel, die niet van onszelf zijn. We hebben ze alleen te leen. En dat is een gunst. Gebruik ze alleen ten goede, Michiel. Ik ga nu. Moeten we helpen opruimen? Vaarwel. Als in de aardbodem verdwenen. Niemand heeft ze zien weggaan. Niemand heeft iets van die kinderen gezien. Ik weet het niet meer. We zouden het nog eens bij de ruïne kunnen proberen.
als we maar wisten welke kant ze op zijn gegaan. Kan jouw hond hun spoor niet volgen? Misschien wel. Dan moeten we eerst eens van Martijn hebben om aan te ruiken. Kom op. Dat is een rotstreek. Denk je dat ze dat expres hebben gedaan om ons bang te maken? Ze hebben ons in ieder geval wel lang laten zoeken, maar dat krijgen ze wel. Ah! Ik ben meteen de politie. Natuurlijk mag je die film afmaken. Ik bedoel, als je daar plezier in hebt. Het is trouwens nog reclame voor de zaak ook. Ik begrijp alleen één ding niet, Martijn. Waarom heb je het ons niet eerder verteld? Ik hou het nog steeds vertellen. Kom nou. Wanneer dan? Je was hele dagen van huis. Ik heb je de laatste week haast niet gezien. Jullie waren steeds in de winkel bezig. De winkel? Die is nog op slot. Zie je wel. Ach, wat... Laat ze ook maar eens een keertje wachten, hè? Gaan jullie gelijk mee? Ja, maar vader kan al die mensen hier toch niet zomaar laten staan? Gaan jullie nou maar vast. Hè? We komen zo vlug mogelijk. Het is maar eenmaal première, jongen. Ze zijn een beetje laat, maar ze komen vast. Hé, hey, kom, kom op. Hey. Kom, jong. We moeten ook naar boven. Hé, hey, kom, kom op. Nee, Ankie, laat mij dat maar doen. Anders loop je straks weer met je arm in het verband. Wat moet je hebben? Gaskousjes. Gaskousjes. Jezus! Hans! Allemachtig. Die lachte gewoon. Alles zit er nog in. Is dat boffen? Nee, dat kan niet. Ze zijn altijd bezet. Pardon. Roderick, wat zit gij daar? Geen pit en geen manieren. Maar dat brengen ze u aan het hof wel bij. Je ziet me nog steeds als een klein kind. Ik kan ook al vertellen wat me steeds bezig houdt. Vertel, mijn zoon. Ik luister. En eet eens wat, want morgen wacht u een lange reis. Ik heb geen trek. Ik moet naar zoveel dingen denken. Denken? Dromen zult gemeden. Het wordt tijd dat u volwassen wordt. Heer, we bidden om vergiffenis en smeken hier te mogen blijven. Verdwijn, heb ik gezegd, en keert nimmer weer. Hier, neem dit mee voor onderweg. Verdwijn en vertoon u nooit meer op mijn landerijen. Roderick. Mijn zoon. Zeg me wat ge me zeggen wilt. Spreek vrij uit, van man tot man. Zoals mijn moeder vaak zei.
In een huis waar niet gesproken wordt, doet iedereen zichzelf tekort. Nou rijdt hij eerst nog naar dat paleis en dan komt hij straks bij mij bij de molen. Dan is het mijn beurt. Pst. Daar zit je nou, Martijn. Hand op je mouw, Martijn. Alleen voor jou, Martijn. Net wat je wou, Martijn. Omdat je niet...